Historische omwentelingen dus in Egypte, veldslagen, opstand van het volk, einde van een tijdperk, de geschiedenis die leeft. Het is allemaal leuk en aardig, maar laten we het allemaal wel een beetje in perspectief houden. Uiteindelijk moeten die Egyptenaren niet zo zeuren. Er zijn mensen die het zwaarder hebben. Gisteravond kwamen er ineens twee mensen van Neckerman op het terras lopen zaten. Van, zijn er Hollanders die met Neckerman vliegen? Nou, ja, wij. Dan moet je nu zorgen dat je spullen pakt, want je moet weg. Zit je dan lekker te genieten van je vakantie? Komen die klootzakken van Neckerman opeens weer zo zijn. Maar de reactie van deze man bevalt me wel. Dat is toch typisch Hollands, hè? De rust bewaren in een noodsituatie.